precies? Nou, Kids for Animals is de jeugdafdeling van de dierenbescherming. Dierenbescherming is natuurlijk een landelijke organisatie met heel veel leden. En doet heel veel op het gebied van dieren. En we hebben gezegd, ja, jong geleerd is oud gedaan. Dus we willen eigenlijk beginnen om met kinderen al te leren hoe je met dieren kunt omgaan. Wat er in de natuur zoal gebeurt. Omdat kennis natuurlijk vaak ook betekent dat, dat dingen dan beter gaan. Dus we willen kinderen graag informeren over dieren, dierenwelzijn. En wat goed is met dieren, hoe je met dieren omgaat. En hoe leer je dat aan kinderen? In welk opzicht is dat anders? Ja, ik realiseer me dat als ik het zeg dat het een beetje als een schoolklas klinkt. Dat is het zeker niet. Nee, het is vooral een hele leuke club waar kinderen met elkaar leuke dingen doen. Dus we hebben zo'n 150 jeugdleden nu. En per activiteit komen er zo'n beetje 40 kinderen bij elkaar. 40, 50, dat is ook het maximum wat we kunnen hebben. En die gaan met elkaar lol hebben. En dat kan eigenlijk van alles doen. We hebben bijvoorbeeld een keer vetbollen gemaakt voor de vogels in de winter. En dan leren we dus van nou, waarom is het belangrijk om vogels te voeren. Onder welke omstandigheden kun je ze wel voeren, wanneer niet. En ondertussen maken we vetbollen. Dat is natuurlijk heel leuk om te doen. We hebben vogelhuisjes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld ook een keer op de vogelopvang meegekeken. Ze zijn een keertje bij de paardenkamp geweest. En daar kan natuurlijk iedereen naartoe. Maar dan mochten zij ook een paard borstelen. Dus het zijn altijd bijzondere dingen waar aan de ene kant iets leerzaams in zit. Maar waar aan de andere kant heel duidelijk het fun element in zit. Leuke dingen doen met elkaar. Okay, en is daar een leeftijdsgrens aan of valt dat mee? Nee, in principe is het officieel tot 18 jaar dat kinderen lid kunnen worden van Kids for Animals. Maar wat we zien is dat het grootste gedeelte zit tussen de 6 en 12 jaar zo'n beetje. En wat doet Kids for Animals hier vandaag? Nou, vandaag zijn ze twee dingen aan het doen. Wat wel heel erg leuk is, we zijn natuurlijk met een grote fondsenwerfactie bezig voor de dierenbescherming in Nederland. En de kinderen hebben gezegd, nou, wij willen daar eigenlijk ook graag aan bijdragen. Dan willen we kinderen niet met de collectebus langs de deur sturen. Dus ze hebben zelf het idee geopperd om een rommelmarkt te houden. En dan heel specifiek voor dierenspullen. Dus ze zijn de afgelopen anderhalve maand heel druk bezig geweest bij opa's, oma's, klasgenootjes. Allerlei vogelkooien, hondenmandjes ophalen. En dat staat hier uitgestald. En ja, binnen een uur was ongeveer de helft al weg. Dus ze zijn heel enthousiast, vinden het erg leuk. En we zijn ook blij dat dat zo goed loopt. Dat is het ene wat ze aan het doen zijn. Dus de ene helft van de kinderen helpt mee en verkoopt op de rommelmarkt. En de andere helft van de kinderen die is met hun hond mee. En die doen een soort van demonstratie van een training van de gehoorzame huishond. En de gehoorzame huishond, dat is de hondenschool van de dierenbescherming. Die heeft nu nog geen kinder- en jeugdopleiding. Maar vinden dat wel heel leuk om dat te doen. Dus het is eigenlijk ook een soort van try-out die de kids aan het doen zijn vandaag. Van hoe gaat dat nou als je kinderen al leert goed met hun hond omgaan? En volgens mij is dat iets wat heel erg goed is om te doen. Dus ik ben erg benieuwd hoe het gaat. En we lopen maar een klein stukje naar voren. En dan proberen we dan maar. Ook honden vinden het spannend, hè? Allemaal goed zo. Waar we naartoe gaan werken dan bijvoorbeeld is dat je dit doet tijdens het wandelen zonder trekken. We rommelen er een klein proefje uit waarmee je de hond naar je toe kan halen. Ja, omdat iedere hond wat anders kan, dat ik even kijk of dat het lukt met de kunstjes die we net geoefend hebben. Kinderen zijn veel speelser met een hond. Ze zullen dus ook veel sneller zien welke leuke trucjes ze kunnen doen met hun hond. En eerst veel dood, hè? Juist, kijk! En wie heeft de locatie het hardst gekozen? De kinderen of Kids for Animals? Nee, het is eigenlijk open asieldag vandaag en dat betekent dat onze twee opvangcentra open zijn. De vogelopvang en het dierenasiel. Ja, en kinderen vinden natuurlijk honden en poezen altijd heel erg leuk. Dus de kinderen wilden heel graag in Dierenthuis het Hart staan. Kids for Animals, overal. Kids for Animals, van dierenhuis.